We zien het overal op televisie, de beelden van doodzieke mensen, hulpverleners in hermetisch afgesloten pakken. En als je goed kijkt, dan zie je vooral de angst in de ogen van de mensen. Zal die ziekte mij ook treffen? Volgende week vertrekken cameraman Willem en ik naar Liberia, het land wat het meest getroffen is door ebola. En heel veel mensen zeggen dan ook tegen me van, joh, je bent echt gek dat je daar naartoe gaat. Het risico is groot. En wat nou precies als je terugkomt en je hebt het nog ergens? Nou, dat zijn terechte vragen en daar hebben we ook heel goed over nagedacht. Van, nou, is het nou wel verstandig dat we die kant op gaan? En u moet weten dat het thuis bij mij nou ook niet met gejuich ontvangen werd. En toch geloof ik dat we die kant op moeten. En niet om stoer te doen, maar omdat we voor Eeuwen met de Daad gaan. En Eeuwen met de Daad kiest ervoor om naar plekken te gaan waar andere mensen niet komen. Die we liever mijden omdat het gevaarlijk is. En dat is precies wat we willen laten zien. We willen de ramp in beeld brengen. Maar misschien nog wel meer ook willen we laten zien wat er achter die ramp zich allemaal afspeelt. Mensen die geen eten meer krijgen omdat ze misschien wel eens besmet zouden kunnen zijn. Dat kinderen wees worden. Dat mensen hun handeltje niet durven drijven. Dat de economie kapot gaat. Daarom is uw hulp en uw gebed ook hard nodig. En daar wil ik u om vragen. Voor de mensen daar die ziek zijn. Voor de slachtoffers. Voor de hulpverleners. Maar ook voor een behouden reis. Dat we veilig weer terugkomen. Met verhalen die mij en u zullen raken om echt iets te doen voor de slachtoffers van ebola. Dank u wel.